Wat voor opleiding of werk doe je en ben je daar tevreden mee? Ik studeer nu Complex Systems Engineering in Delft. Ik ben daar tevreden mee. Het is een leuke opleiding. Ik zit nu ook aan het einde, dus ik ben bijna aan het afronden en dan zo meteen gaan werken. En heb je al enig idee wat je straks gaat doen? Ja, wel een beetje. Ik heb al een tijdje gewerkt voor Rijkswaterstaat als innovatieconsultant. Dat viel me eigenlijk wel goed. Dus ik denk dat ik rond de energietransitie dat onderwerp iets in de consultancy ga doen. Heb jij druk gevoeld vanuit de maatschappij of je directe omgeving op je keuze? Wel een beetje. Ik heb wel het gevoel dat het tegenwoordig best wel normaal is als je een bachelor hebt gedaan om dan ook meteen een master te doen. Omdat het in veel vakgebieden gewoon lastiger is om aan een baan te komen zonder master. Van wie of wat voelde je dan de meeste druk? Medestudenten. Ik denk dat dat toch gewoon een dingetje is als iedereen om je heen dat gaat doen. Dan zal er wel een soort logica achter zitten. Heb jij iets gedaan met de adviezen of de druk dus die je werd opgelegd of heb je gewoon gedaan wat je zelf wilde? Vooral wat ik zelf wilde eigenlijk. Je houdt het natuurlijk altijd wel in je hoofd wat andere mensen doen, maar ik moet het uiteindelijk toch zelf doen. Dus ik heb daarin wel vooral naar mezelf geluisterd. Okay, top, nou dankjewel.